hadden. Wou ik nog niet, hè? Ah, zie je toch? Oh, goed. Maar toch wil ik even uw aandacht vragen, omdat nu het moment is gekomen dat er een toespraakje zal zijn. Niet natuurlijk van de aangekondigde, die ondertussen minister is geworden, maar heeft een ongelukkiglijk een vader die ook minister is, en die zal dus het woord in zijn plaats voeren. Dankjewel, Pim. Het is niet de eerste keer, dames en heren, dat ik hier mag zijn in dit bijzondere plaats. Het is een plaats waar je door de omgeving en door de inhoud van die omgeving wordt gevat. Hè. Ik ben altijd vol bewondering als ik hier kom, dat het zoveel geheimen heeft, dit huis. Dat elke ruimte iets apart is, maar de bewoner van de ruimte verandert niet. Ik ken hem al lang en ik herken hem bijzonder, dat hebben jullie misschien reeds ervaren, door zijn handschrift. Als je ooit een uitnodiging krijgt van Pim de Rudder, dan heb jij iets speciaals. Dat moet je dat koesteren, je moet dat apart houden, apart leggen, want het is altijd een boodschap in het grafische zelf. Ik vervang Alexander en ik zal u direct uitleggen waarom ik hem vervang. Als jullie omkeren en je kijkt in het hoekje, dit niet figuratief, geometrisch, belijnd werkje, dat noemt zich Marrakesh. En Marrakesh is de oorzaak van jullie, maar ook van mijn aanwezigheid, want Alexander was gevraagd geweest, ik weet niet welke hoedanigheid, van in Marrakesh die fameuze conferentie morgen, denk ik, bij te wonen. En hij had beloofd hier te zijn, maar moest vandaag naar Marrakesh vertrekken. Hij is niet vertrokken. Anderen zijn vertrokken, maar niet naar Marrakesh. En die schilderijste, ik moest ze vinden, ik zal ze wel terugvinden, heb ik mooi gezien. Er is een andere story nog, al heel lang. De kunstenaar, de schilder, Michael van Dorpen is bevriend met Alexander. Ik durf bijna zeggen uit de bewaarschool, zoals men zegt, of bijna daar, in het GO, het gemeenschap onderwijs van Brakel. Ze waren met vier, ze zijn nog altijd met vier, die van het toen nog geen atelier op Brakel, dat is later door Herman de Groot gebeurd, naar Ronsen zijn vertrokken. En dat zijn de vier mousketiers die nog altijd banden hebben met elkaar. En ik weet dat ze een grote vriendschap onder elkaar koesteren. Vier jongens in Brakel, op Brakel, die goed weken omgeving. En die zijn altijd zeer met elkaar verbonden gebleven. En ik denk dat Alexander, die zich afvraagt, waarschijnlijk in 16 van de Westerlaat, wat gebeurt er nu in Assenede? En ik ben er niet om mijn gelukwensen en mijn appreciatie aan Michael te betuigen. Het is mooi werk. Het is interpellerend werk. Het geeft u in de mooie zin van het woord impressie van wat het door hem verteert, als ik het zo mag zeggen, digested, van beeld en kleur onze mooie dingen maakt. En dat wil ik alleen maar zeggen. Nogmaals,
eindigen waar ik altijd begonnen ben, als ik iets zeg, met Marrakesh. Dus ik zou willen in het Deveriaans, ja, dat was moeilijk, want dat is een werkwoord en dat past niet, maar in het Deveriaans zou ik durven zeggen dat het Marrakeshiseren van sommige problemen misschien esthetisch boeiend zijn, bijzonder wanneer je hier in Assenede bij Pim aanwezig bent en jij mocht met bewondering zeggen, Michael Lucifer van de dorpen, you got it, dankjewel.